Gerard, veel commerciële ploegen verdwijnen. Wat moet er volgens jou gebeuren om dat allemaal op te vangen? Nou ja, niet zo heel erg ingewikkeld. Er moeten gewoon grote sponsoren bij. Dat is het meest simpele antwoord. Maar hoe maak je het aantrekkelijk? Ja, dat is een leuke discussie. Er zijn natuurlijk aardig wat, de laatste weken zijn er aardig wat discussies losgebarsten. En er is ook aardig wat geschreven bijvoorbeeld over de aantrekkelijkheid van schaatsen. Maar als je bijvoorbeeld dit weekend hier in Heerenveen kijkt, dan hebben we gisteren toch een vol huis, vol stadion. Heel gezellig, heel leuk. Fantastische sport. 10 kilometer om door een ringetje te halen, hartstikke mooi. Veel televisiekijkers, veel exposure. Dus daar mankeert dan op dat moment niet zo heel erg veel aan. En ja, ik weet ook wel dat de show misschien een klein beetje, het entertainment gehalte een klein beetje omhoog moet. En dat kan stap voor stap en daar zullen ze wat over na moeten denken. Maar de kern wat mij betreft, de kern van de sport, daar moet je niet aankomen. Een ander bewijs, de derde dag van de World Cup hier met twee nummers, de Mars Start en de Team Sprint, trekt gewoon geen publiek. Dat is ook tekenend. Natuurlijk moet je wel een kans geven om te groeien. Maar ja, die sponsoren, daar zullen we binnen de KNSB om te beginnen eens heel goed over na moeten denken. Hoe wij het aantrekkelijk kunnen houden voor mensen om in te stappen. We hebben natuurlijk altijd te maken met de grote hoofdsponsor KPN. Een mooie sponsor waar we ook heel dankbaar voor zijn. En dan moeten we voor sponsoren als de mijne, TVM, maar sponsoren die nieuw misschien moeten toetreden, moet er ruimte gecreëerd worden om echt een plek te hebben. Want wij als sport hebben daar gewoon behoefte aan. In eigen kleuren, een WK rijden, World Cups van TVM. Ja, een WK gaat me net even iets te ver. Ik vind dat... Bedrijfskleuren. Ja, nou, maar dat zeg ik. Ik begrijp precies wat je bedoelt. Dat heb ik zelf ook al een paar keer geschreeuwd. Dan vind ik WK's vind ik te ver gaan. Dat is een stap te ver. Maar bijvoorbeeld de hele World Cup cycli kun je misschien wel in teamverband rijden. Dus niet in landenverband, maar in teamverband. En dat zou de exposure enorm verhogen. En de ruimte genereren voor herkenning op het grote internationale podium. In plaats van nu een plekje ernaast te hebben. Maar het is maar één idee uit mijn kokertje. Er zijn natuurlijk een heleboel andere ideeën. En in ieder geval moeten we daarmee bezig. Want wij hebben sponsoren in onze sport gewoon nodig. Om grote, krachtige ploegen, goede programma's die er nu gewoon zijn. En die ook hun dienst bewijzen, te handhaven. En het sterke Nederland neer te zetten.